Jongens, welkom. Vandaag zijn wij wedergekeerd in het prachtige Content Veen seizoen 2,5. En we staan hier voor mijn basis op het vlot die ik heb gebouwd om de oorlog met Rick te verklaren. Groot succes, moet ik nu al zeggen. En ik heb een aantal brieven gekregen van een aantal verschillende mensen die ik heel graag wil gaan lezen. Laten we beginnen met geheim en belangrijk van meneer KB. Ik heb eindelijk reactie van meneer KB over de oorlog. Beste Walnoot, Rick vond het nodig om mijn basis compleet te vernielen. En daarom voel ik ook een intense haat. Heeft hij je basis vernield? Ik neem je in vertrouwen en sluit me graag aan bij de alliantie om Rick te vernietigen. Ik doe dit niet voor mezelf, maar vooral voor het verbeteren van planeet Content Veen. Kijk, jij snapt het, meneer KB. Het gaat om het grotere plaatje. Het wordt de hoogste tijd dat deze totaalschurk een halt wordt toegeroepen. Wat een dure taal. We horen snel van je. Lieve groetjes, meneer Varken en meneer KB. Niet kilobyte, nee, het is meneer Kontebonk. Nee, grapje trouwens. Dat klinkt heel gemeen, maar ik bedoel het lief. Oh, en je krijgt ook de groeten van Rob. Wie is Rob? De hond. Rob de hond. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wie dat is. Jij weet ook niet zo goed wie dat is. Dankjewel, meneer KB, voor het aansluiten bij de alliantie tegen de oorlog, tegen Rick Force. En dit is niet het enige boekje die we hebben gehad. We hebben hier ook een zwaard en een important boekje van Just Out. Beste Koning Max, ik heb een paar dagen geleden gehoord dat jij momenteel bent verwikkeld in een oorlog die vieze stinkgoors. Inderdaad, die vieze stinkgoors. Om jou deze oorlog nog makkelijker te laten winnen, heb ik onder de naam van mijn vakantiepark een geheim wapen- en goederenfabriek gemaakt. Omdat jij deze oorlog natuurlijk wil winnen en dat ook natuurlijk gaat doen, dat klopt. Maar hoezo heb je een wapenfabriek onder het mom van een vakantiepark gemaakt? Maar omdat jij deze oorlog gaat winnen en wil winnen, heb ik besloten dat ik jou ga goederen indelen. Oh, jij gaat me helpen, Justin. Jij gaat mijn goederen leveren. Want ik heb via gehoord dat Rick momenteel ook wat mensen rond heeft lopen die voor hem wapens aan het maken zijn. Dat betekent dat Justin mij gaat helpen. Ik ben trots op je, Justin, dat je aan mijn kant staat. Laten we hier snel over in gesprek gaan om dit zo snel mogelijk tot een goed einde te laten maken. Met duidelijke en vriendelijke groet, directeur Justin van Naamloos Vakantiepark. Hij heeft nog geen naam. Oké, weet je, ik ga gelijk naar Justin toe en we gaan gelijk bespreken wat we hier aan gaan doen. A few moments later. Jongens, we zijn aangekomen bij het vakantiepark van Justin, wat dus eigenlijk stiekem een wapenfabriek is. Maar weet je, dat maakt niet uit. We zijn aangekomen. Er staat een bordje hier. Justin, ik ben je nieuwe buurman. Wie? Er staat hier letterlijk niks. Hallo? Is er iemand thuis? Moet ik over deze waggelbrug? Ik ben niet... Hij stort niet in, toch? Oh, maar deze, wat is dit voor... Wat? Wat? Een goed vakantiepark al zo, deze brug als dit. Hallo? Justin, daar ben je. Hey, Justin. Hey, goedemiddag. Hey, joh. Oh, hey, ik heb je brief ontvangen en ik wou even met je kletsen over je vakantiepark. Ja, nu ja. Heb ik zo meteen een afspraak? Je hebt een afspraak met wat? Ik heb gewoon een afspraak, zeg ik gewoon. Waar gaat je helemaal niks aan? Nee, dat klopt trouwens. Wanneer heb je tijd? Over een half uurtje ben je mee terug. Ja, half uurtje? Half uurtje. God, ik kom over een half uurtje terug, oké? Niet later, hè? Niet later, een half uurtje. Stipt een half uurtje. Over 30 minuutjes sta ik op dezelfde plek als waar ik nu sta. Is goed. Oké, nou. Joe. Nou, we zijn weer terug op ons eiland, want blijkbaar had Justin een afspraak en kunnen we pas over een half uur terugkomen. Dus dat is helemaal prima. Ik ga even wat... Ik heb eten nodig, jongens. Ik heb Hey, wat is dit? Hier, arme sloeber. Groetjes KB. Oh, meneer KB, je bent een held. Hij noemt me ook echt een arme sloeber. Als het om eten gaat, ben ik de armste sloeber die er is. Ik heb, letterlijk het enige beetje eten wat ik heb, jongens, is volgens mij deze porkchop hier. Ik heb niet zoveel. Weet je, ik heb gewoon niet... hier misschien een beetje. Ik heb gewoon niet zoveel eten, maar dit... Hoe kom je aan zoveel aardappel? Meneer KB, hij heeft gewoon oneindig veel aardappel voor mij. Waarschijnlijk heeft hij gewoon een of andere grote ranch of een of andere grote boerenland met allemaal aardappelen. Kijk, en dit is die alliantie die ik zocht, weet je. Daarom ben ik een alliantie gestart met meneer KB. Dit is de hoofdreden. Oké, in de tussentijd dat ik moet gaan wachten tot Justin een keer tijd heeft voor een afspraak met mij, gaan we heel even verder met de basis. Ik wil daarna de eerste timelapse van de aflevering van deze serie gaan starten. Maar voordat we dat gaan doen, kunnen we nog wel heel eventjes gewoon zelf verder gaan bouwen aan deze basis voordat we... terwijl we wachten op Justin, weet je. Bro, ik moet toch nog wachten. Kunnen we net zo goed even het beste ervan maken. Ga gewoon lekker heel even een beetje blokjes plaatsen hier en daar. Weet je, ik ga proberen hier wat leuks van te maken van deze kant. En terwijl ik dat doe, ga ik mijn opname even uitzetten. En dan zie ik jullie over een half uurtje. Gaan we daarna lekker naar Justin toe. En dan laat ik jullie even zien wat ik hiervan gemaakt heb. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Het gaat vast wel leuk worden.
Nou, we zijn officieel 30 minuten verder in het leven. Ongeveer, misschien iets meer, misschien iets minder. Maar we hebben best wel wat kunnen doen. Het enige probleem is, ik had meer kunnen doen. Ik heb de laatste 10 minuten eigenlijk niks gedaan. Althans, niks gedaan is ook niet waar. Ik heb nieuwe materialen bij elkaar verzameld. Want ik heb geen concrete powder meer genoeg. Geen concrete meer genoeg. Ik heb in ieder geval heel veel witte kunnen bijmaken. Maar mijn grijs is op. Mijn normale witte waren op. Mijn gravel is compleet op. En ik heb nog maar een paar stack zand. Oftewel... Nadat ik bij Justin ben geweest, moet ik eigenlijk heel even op avontuur gaan om heel veel nieuwe goederen te regelen. Maar intussen, laat ik even zien van buiten wat ik heb gedaan. En jongens, ik begin het wel helemaal voor me te zien. Het begint iets minder rommelig te worden. Het begint iets minder chaotisch te worden. Kijk hoe dit eruit ziet. Het is heel groot. Wacht, ik heb een bootje nodig. Kijk, als ik nou even een bootje maak zo en dan die kant op ga, dan kan ik het laten zien van een afstandje. Hier, het begint er serieus echt goed uit te zien. Het wordt nog veel mooier natuurlijk. Het wordt nog veel groter allemaal. Het is nu één grote work in progress. Maar ik bedoel, het machtige en het grote ervan kan je inmiddels natuurlijk al wel een klein beetje zien. En oh, het gaat er zo goed uitzien, jongens. Ik beloof het jullie. Ik beloof het jullie dat dit er echt leuk uit gaat zien. Ook al is het een hele nieuwe bouwstijl voor me. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Maar voor nu is dat niet belangrijk. Laten we snel ons bootje aanmeren hier. En dan snel richting onze wapenshandelaar, oftewel vakantiepark, Justin gaan. Justin? Hallo? Goedemiddag. Kijk, daar is hij. Daar zal je hem hebben. Daar ben ik. Pas op, hey, voor de brug. Ja, wat is dit voor brug? Ja, ik heb hem niet gebouwd. Dat wil ik nog steeds zeggen. Waarom heb zit hem er niet... zo gaten? Ja, dat weet ik ook niet. Maar dat maakt niet uit. Het is wel jouw vakantiepark, zoals we het even mogen noemen natuurlijk. Ja, ik snap het. Hey, even een plekje waar we kunnen praten met z'n tweeën. Want je vertrouwt het me nooit straks. Die stinkgoors hier om de hoek. Ja, dat heb ik al. Ik ga even vogeltje naar beneden duwen. Oké, laat zien. Nee, dat was onderhandeling. Ja, gaat helaas niet hoor. Nee! Kom op! Oké, waar is je plekje? Waar is je plekje? Ik heb een heel mooi plekje. Ja, dit is het vakantiepark. Ik zie het wel al voor me. Ik zie dat je de paden al hebt aangelegd en zo. Ja, maar een beetje. Is het vakantiepark één grote, hoe noem je dat, doek die over de daadwerkelijke wapenhandel gooit? Ja, want dan denken mensen dat ik een heel, heel vriendelijk en zacht persoon ben. Maar uiteindelijk, hop! Wat is dit? Waar gaan we heen? Ja, wat doen we? Ja, dit is een huis. Dit is waar we gaan praten? Hier gaan we praten. Oké. Hey, ik ga lekker zitten. Ik hoorde dat jij wapens voor mij kan regelen. Jij bent tegen Rinforce, oftewel Stinkgoors in deze Stinkgoors. Stinkgoors, jij bent tegen hem. Ja, 100%. Oké, wat heb jij voor mij? Wat kan jij mij bieden? En wat moet ik jou daarvoor bieden? Vertrouwen, sowieso. Vertrouwen moet je mij bieden. En daarnaast ga ik jou gewoon alles bieden wat je nodig hebt qua wapens, qua munitie, qua dus ook qua extra paarden, de beste paarden die er zijn, misschien de beste paarden. Ezels, voertuigen wordt een klein beetje lastig. Maar... En redstone bijvoorbeeld? Oeh, dat is ook een goeie. Ja, dat vind ik een goeie. Ik heb patent op dit idee, dus ik wil wel 30% van de winst die je maakt. Zit geen patent op. Hey, oké, maar hoe kan jij, ik wil bewijs zeggen, waarom ben jij echt tegen Rick? Nou, hoezo niet? Wie? Ik heb een goed idee. Als bewijs ga jij nu met mij een prank uitvoeren op Rick. Dat vind ik een hele goeie, weg met die stinkgoors. Weg met die stinkgoors. En aangezien jij de wapendealer bent, kom jij alle spulletjes, die noem ik op, en dan ga jij ze verzamelen. En dan betaal ik jou. Ja, tuurlijk, dat is, jij tuurlijk, bent de tuurlijk. Jij bent de wapendealer, ik niet. Ja, klopt. Ik ben de wapendealer. Ja, daarom. Justin? Ja, we staan hier op het eiland van Stinkgoors, oftewel Rickforce, en ik heb een prachtig idee. Wat nou als we zijn hele vloer hier helemaal gaan vervangen voor Soul Sand? Dat hele trage blok, weet je, waar je gewoon niet normaal overheen kan rennen. Want dan is het niet alleen Stinkgoors, maar ook Traaggoors. Bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik een goeie. Oké, als ik nou vast begin met de hele vloer hier weg te hakken, dan ga jij vast naar de Nether en dan ga jij daar zoveel mogelijk soul sand. Hoe kom ik in de Nether? Nee, ik heb bij mijn basis heb ik een portaal staan, dan kan je erin. Kan je gelijk... Ik heb wel een schep met 6 durability. Oké, dan weet je, ga jij wel hier zoveel mogelijk hakken, ik ga wel soul sand halen, oké? Doe jij dat? Ik ga soul sand halen, dan zie ik je zo. Ik wil zoveel mogelijk vast wegzien. Met 6 durability wordt het heel lastig. Je kan er wel beter de shuffle maken. Ja, komt voor elkaar. Ik neem wel voor Rick. Ik ben zo terug. Joehoe. Oké, jongens. Voordat ik snel naar de Nether ga om heel veel soul sand bij elkaar te rapen, wil ik eigenlijk even mijn shuffle repair. En volgens mij kan dat op deze... Nee, dat gaan we niet op deze manier doen. Dat moet via de anvil.
Heb ik daar XP voor? Ja, natuurlijk heb ik daar XP voor. Dan is mijn shuffle helemaal gerepaired. Kunnen we daarna hierdoor met een loppakee zo de nether in. En dan gaan we zoveel mogelijk soul sand halen. En als je nou afvraagt, Max, waarom ga je nou met Justin Rick's basis helemaal onder de soul sand proppen? Kijk, dit is soul sand. Kijk hoe... Jee, mijn god, is dit allemaal? Beste Walnut, graag sluit ik me aan bij je oorlog. Groetjes, it's Tim. Je kan ons ook bezoeken. We zitten echt dichtbij. Loop naar het oosten, weet je? Ga ik binnenkort doen, jongens. Ik ga eerst heel veel soul sand bij elkaar rapen. Zodat we Rick kunnen gaan pranken. Irritante troll. Kijk hoe traag je over dit blok gaat. Dit is gewoon sprinten. Als je dan online komt, dan... Ik zou niet eens weten wat er door mijn hoofd zou gaan als ik overal soul sand zou zien. Dus ik ben benieuwd naar Rick's reactie eigenlijk. Hij is niet online, dus we kunnen het zo snel mogelijk kunnen regelen voordat hij misschien wel nog online komt deze avond. Het gaat in principe best wel snel, jongens, dit weghakken. Ik ben nog voor mijn 5 minuutjes bezig en het is volgens mij nog niet eens 5 minuten geweest. En kijk hoeveel we al hebben. Dit is perfect. Dit gaat perfect uitkomen, denk ik. Vraag me af of ik al genoeg heb. Ik heb echt al behoorlijk veel. Maar toch denk ik dat ik nog heel even door moet gaan. Want dan weet ik zeker dat ik genoeg heb. Maar beter te veel hebben dan te weinig, jongens, in dit geval. Oké, dit moet wel genoeg zijn, jongens. Ik denk dat ik klaar ben. Laten we even kijken. Jawel, dit moet genoeg zijn voor het eiland van hem. Oké, laten we er snel heen gaan. Laten we hopen dat Justin in de tussentijd ook al behoorlijk wat progressie heeft gemaakt met het gras weghalen. Ik weet dat hij niet een beste shovel heeft. Dus ik denk niet dat het heel snel is gegaan. Maar in principe kan het geen kwaad, weet je. Even kijken. Nou, op zich. Ik had meer verwacht. Justin. Ik had, moet ik zeggen, eerlijk meer verwacht. Ja, maar ik heb niet zo'n goede scheppen, meneer. Nee, dat je hebt goede armor. Oké, hier heb je heel veel... Wacht, drop je ook per ongeluk soil, maar... Ga jij vast beginnen met het plaatsen ervan? Ah, top. Dat is echt precies wat ik wilde, al die dirt. Hier, yes, streets. Wacht. Pak het op voordat het gedespawned wordt hier. Waarom heb je zo weinig dingen in je inventory? Want ik niet voorbereid was op deze excursie. Ga jij maar lekker bouwen. Jongen. Kijk, ik laat wel even zien hoe je snel de grond weghakt. Weet je, zoals dit hier. Ja, nou, dat bedoel ik. Jongen, jongen. Ga jij maar lekker de ding plaatsen. We moeten hopen dat Rick niet online komt terwijl we dit aan doen. Dat zou een beetje lullig zijn. Ja, maar dan ja. Weet je wat een poepwerk dit voor hem gaat zijn om hem wel terug te plaatsen? Ja. Ik denk dat we dirt om het eerlijk te houden wel moeten bewaren voor hem. Dat ja, we maar die moeten we ergens bewaren dan, hè? Ja, dat is een goede. Ja, ergens bewaren we de dirt. Daar bewaren we zo. Maar waar bewaren we de dirt? Gewoon daar ergens. Ik plaats eerst wel even een barrel en een kist of zo waar we het gewoon standaard in kunnen doen. Ik zou het gewoon persoonlijk gewoon ongelooflijk hoog plaatsen. echt extreem hoog? Ja. Waarom? Waarom zo gemeen? Misschien geeft hij gewoon de oorlog op en hebben we gewoon... Ah, direct gewonnen. Gaan er gewoon geen mensen sneuvelen of dieren? Ja, dat is slim. Dat is inderdaad wel slim. Oké, ik heb een grote kist. Ik ga even ergens plaatsen. Ik heb een grote kist. Die plaats ik heel even tijdelijk hier. Ik vind het helemaal prima. Doe ik de dirt en zo doe ik erin. En ik doe de soul sand doe ik er ook in. Is goed. Wat een ongelooflijk leuk werkje is dit. Kom je zo helpen als ik alle dirt ook heb weggehaald. Gezellig. Hé, maar jij als waterdealer, ik vind wel dat je wat betere tools moet hebben hoor. Omdat nu heb ik alles verzameld en ben ik ook nog eens alles weg aan het halen. Wordt aangewerkt. Ja, wordt aangewerkt. Kijk, lekker maar. Nu ben ik nog heel zwak. Ho! Dat is helemaal logisch. Nee, ik hak het hele eiland even weg. Ja, we gaan zoveel mogelijk gaan rondlopen. Als we een prank uitvoeren, doen we het goed ook gelijk, weet je? Ja, dat is wel waar. En dan doen we het tot het toilet hier van meneer KB. Ja, dat vind ik een goeie. Want meneer KB heeft niet blijkbaar het toilet achtergelaten. En dan doen we net alsof dit als de Rikse scheid is. Ja, dat is een goeie. Ja. Wacht, dan laten we het ook overlopen. Kijk, want jongens, meneer KB, die heeft hier voor de grootste stinky groetjes KB... heeft hij een douche neergezet die daadwerkelijk werkt. Werkt hij en hij heeft het toilet. Ja, hij werkt echt. Hij heeft het toilet en met wc-papier hier. Zoals wij inderdaad doen, Rick. Ik laat het al een beetje ook zo lopen. Alsof hij dit allemaal hier heeft uitgepoept. Dat is ze. Oh, nee. dit is jouw... Rick, zei ik niet. Doe maar gewoon rustig doorgaan. Hij is hier niet. Hij is hier niet. Rick is hier niet. We zijn niet betrapt. Het is niet wat er op het moment gaande is. Ik laat het wel lijken alsof dit daadwerkelijk uit het toilet komt. Weet je, alsof dit eruit stroomt. Gewoon allemaal. Dat zou ik ook heel snel doen. Volgens mij had Rick ons ingehuurd, toch? Als bouwbedrijf. Volgens mij was zoiets. Of miscommunicatie. Ja, volgens mij zijn wij bouwbedrijf voor Rick. Ja. Rick, ga gewoon even weg. Dit is... we zijn druk in business hier. Zou hij het doorhebben wat we aan het doen zijn? Nou... Nee. Ik denk dat hij het ook heel leuk vindt of zo. Hij toont ook geen... geweld of zo.
Het is ook zoveel. Oké, was... Ja, het is echt te veel. Het is echt veel te veel. Ik wil Rick gaan vragen of hij mee helpt. Wat? Vraag of Rick mee helpt. Vraag of hij mee helpt. Hé, hey, Rick, moet je me helpen om Rick te spreken? Gast. Stop. Dit is best gedrag. Nee, joh, totaal niet. Is jouw ding eens op? Ja, ik moet even... Het duurt even voor ik bij de kist ben. Ja, het duurt inderdaad even voordat je er bent. Het loopt zo traag, dit. Het is zo irritant. Ik denk dat hij de hele... Ah, hij heeft de kist ineens leeggehaald. Hij helpt! Dat moet zo, Rick. Ja. Hij helpt. Hij heeft besloten om te helpen. Is de kist leeg inmiddels? Nee, bijna. Wil je wat hebben? Anders moet je iemand daarheen lopen. Ja, ik ben er inmiddels al. Zo, alles is dicht. Alleen dat randje nog. Alleen dat randje daar nog. Ja, hier doen we een extra laagje. Zo, komt-ie. Komt-ie. Ik vind het helemaal mooi zo. Kijk, dan heeft hij hier het enigste groene land nog. Ja, ik had ook nog wat dirt voor hem. Oh, je hebt ook nog wat dirt hier. Dan mag je dit hebben. Zaadjes mag je hebben en dit dirt mag. En een bloemetje om het goed te maken. Ja, ja. Ik denk dat het nou wel goed is, toch? Ja, ik denk, zou hij het door... Oké, ik denk niet dat hij het door heeft wat we gedaan hebben. Nee. Kijk, het leuke is, als je hier komt, moet je zien. Dan moet je even hier overheen lopen. Over... Het gaat zo traag over dit. Het is zo irritant. Maar het is wel veiliger dit, hè? Het is wel een stuk veiliger, inderdaad. Ja. Kijk, het is net alsof het nu van het toilet komt, weet je. Het is zo. Het is net alsof het vanuit het toilet komt. Gewoon, het is poep. Het is gewoon een grote poep. Ga maar erop zitten, Rick. Ga maar op het toilet. Ja, Rick, maak even een fotootje. Even een fotootje, voor de foto. Kom maar, even erop. Hallo. Hey, Rick, hoe is het? Hey, Rick. Hey. Heb je een grote boodschap achtergelaten of zo? Ja. Nee. Heb je nog geen riolering geïnstalleerd? Wat is het? Ik denk dat ik heb een lekkage geïnstalleerd. Is een lekkage heb je die? Ik denk dat je een lekkage hebt hier, toilet. Ik weet niet hoe het zit. Maar gelukkig heb je een paar droge punten. Hey, had je door wat we aan het doen waren toen, Jon, lekker? Nee, ik spande in en ik zat Justin aan te kijken. Ik denk, wat doet Justin hier? Ik denk, oh nee, ik denk, hij zat het hele randje hier aan het doen. Ik denk, wat is hij aan het doen? En ik draai me om. Bam, alles gewoon. Ik denk, nee. Ik denk, ja, leuk is, je hebt wel heel veel soul sand nu. Ik weet niet wat je ermee wilt. En het is heel traag om overheen te lopen, dus ja, succes. Nee, dat is echt geweldig. Ja, super, bedankt. Alsjeblieft. Ja, geen dank. Maar voor even een fotootje, Rick, is wel leuk als je even op de bezegel zit. Kom even zitten, voor de fotootje. Ja. Komt-ie. Komt-ie even lachen. Even lachen, inderdaad. Cheese. Cheese. Ja, leuk. Ja, wat gezellig dit. Ja, dat vind ik een goeie. Ja. Dankjewel, Rick. Nou, Rick, succes met opruimen. De deur ligt daar en we spreken elkaar snel. Ik heb letterlijk nog niks bij jou gedaan. En je loopt nu al zo veel voor mij te doen. Ik pak jou terug, jongen, ongekend. Mij niet, toch, Rick? Jij hebt meegeholpen, ja... Wat is dit? Nou, succes. Ik ga het zo lezen. Jongens, ik vind het een geslaagde prank op Rick. Ook al was Rick aanwezig en heeft hij zelfs een beetje geholpen met hem pranken. Het ding is dat hij het allemaal weg moet halen nu. En dat gaan we een werk kosten en een werk kosten. Het betekent wel dat ik nu 100% zeker weet dat Justin aan mijn kant staat. Justin is een broeder in deze oorlog samen met meneer KB. Al moet ik zeggen, meneer KB en ik hebben een alliantie. En Justin is meer gewoon mijn... wapenhandelaar, oftewel als ik waarschijnlijk heel veel items wil, dan kan ik gewoon altijd naar Justin toe. En met meneer KB eigenlijk een beetje hetzelfde, weet je. Dus dat komt helemaal goed uit. Hé, Robin, hoe vermaak je al een beetje inmiddels? Ik weet niet wat je aan het doen bent met... Gadverdam. Hé, Heinrich, ik ga ooit een mooie stal voor jou maken. Hij is boos op me. Nou, laten wij dan nu maar beginnen met de allereerste timelapse van Content Veen seizoen 2,5. Namelijk de timelapse waarin wij grote... progressie gaan maken aan onze basis. Maar voordat ik dat ga doen, moet ik heel veel items gaan verzamelen. Maar dat ga ik allemaal niet aan jullie laten zien. Ik ga gewoon lekker het bouwen aan jullie laten zien, want het items verzamelen hebben jullie al 100 keer gezien. Veel plezier met het kijken en ik ben benieuwd hoe ver de basis gaat zijn. Nog niet af natuurlijk, maar gaat wel heel ver zijn. Veel plezier met het kijken. 3, 2, 1, boom! Het was niet de langste timelapse die ik ooit heb gedaan. Het was eigenlijk best wel een kleine, maar dat komt omdat het
materiaal dat ik hiervoor moet verzamelen, jongens, is gewoon zo ongelooflijk saai om te verzamelen. Dat concrete en dat gravel verzamelen, weet ik wat. Ik ben nog niet eens aan mijn glas toegekomen, letterlijk. Ik heb deze hele timelapse geen glasblokje geplaatst, maar ik dacht, weet je, ik wil ook gewoon nog even normaal Minecraft spelen met jullie. Ik heb nog een paar dingetjes die ik wil doen, maar ik ben wel heel tevreden met het resultaat. We hebben veel kunnen doen. We hebben echt heel veel kunnen doen. Gewoon heel veel layoutblokken vast kunnen plaatsen, hoe ik het eruit wil hebben. Of hoe ik het wil hebben gewoon uiteindelijk, weet je. En het is groot. Het is echt belachelijk groot, de basis op het moment. Het slaat helemaal nergens op hoe groot het is. Maar op een gegeven moment was mijn witte concrete weer op. Ik wilde daar nog verder gaan. Dus misschien dat het ook halfwege de timelapse een beetje gestopt is. Maar mijn witte concrete is weer op. Ik heb alleen nog maar grijs over. Dus dan gaan we volgende aflevering gaan we weer verder met de basis. We hebben wel echt de meeste progressie tot nu toe ooit gemaakt aan de basis. Heel blij mee. Maar ik heb een paar dingen die ik wil doen. Eén ding daarvan is even naar de spawn gaan van onze server. En dan wil ik heel even mijn dagelijkse beloning ophalen. Dat heb ik namelijk nog niet gedaan. Oftewel, dan krijg ik al deze prachtige sleuteltjes. Beginnen wij met de dagelijkse. En wat krijgen we eruit? Het is... Oké. Honing, prima. Dan zilver. En hier krijgen wij... Oh, heel veel leaves. Oh, daar ben ik zo blij mee. Daar ben ik oprecht heel blij mee. Weet je wat? Hoe leuk de decoratie hiervoor is. Ik wilde nog leaves gaan gebruiken met build. Ik wil namelijk nog leuke tuintjes op daken bouwen. En leaves die naar beneden hangen en zo. Maar ik had helemaal nog geen leaves. Dus hier ben ik echt heel blij mee. En uit de gold crate krijgen wij... Oké. Dat is endstone. Dat kon leuk, hè? De diamond sleutel gaat ons geven. Kom op. Geef ons wat leuks. Oh, netherite scraps. Dat is heel tof, want dan kunnen we deze dingen gaan upgraden. En de emerald sleutel. Kom aan. Hier wil ik wat leuks uit krijgen. Ik wil krijgen uit de emerald crate. Deze heb ik al een keer gekregen. In ieder geval top. Want dan kunnen we wel een veel villagers vast gaan spawnen op ons eiland. En onze... Enchantment bottles kunnen we even hier gebruiken, zo. Staat er nog wat leuks op marktplaats in de tussentijd? Niet echt iets heel bijzonders of zo, waarvan ik zou zeggen dat is nou echt wat ik wil. Dus dat kunnen we skippen, wat mij betreft. Oh, 500.000, een stack diamonds, ben je gek? Zat er niet een goede pickaxe op of zo even? Ja, hier, de heilige pickaxe voor 5.000. Zou ik dat gewoon doen? Weet je, dat gaan we gewoon doen, hier. Prima, we hebben hem gekocht, jongens, voor 5.000 euro. Hebben we in ieder geval een hele goede pickaxe. Eventjes. Helemaal mooi! Voor als jullie het je afvragen. Jongens, ik speel in... Je hebt wereld 1, je hebt wereld 2 en je hebt wereld 3. Ik zelf speel in wereld 3. In wereld 3 staat mijn basis. Dus als je nou ook in deze server zit en je wil op bezoek komen... Zoals Emmaatje hier. Emmaatje leeft toevallig in wereld 2. Maar stel je wil op bezoek komen... Kun je altijd naar wereld 3. En dan kan je een gezellige dag zeggen. Overigens is dit het IP. Met dit IP kan je de server joinen. play.contentveen.nl. En speel je nou op de Bedrock editie. Dan moet je even de poort 26006 gebruiken. Hiermee kan je gewoon lekker de server joinen. En kan je meespelen. En het leuke is, jongens. Ik heb nu slash home boven. Ik heb een home gezet hierboven. Zodat ik niet altijd naar boven hoef te bouwen. Maar dat ik gewoon snel hierheen kan wanneer ik wil. Dat is echt helemaal top. Dat is echt chill. Kijk, dit wil ik allemaal dus nog op gaan vullen. Hier wil ik dus nog met meer witte concrete blokken. Wil ik hier dit zo een half rondje van maken. Of een hele cirkel wordt het dan. En het gaat zo leuk worden. Ik ga hier leuke vergaderingen houden over de oorlog tegen Rick en zo. Want we moeten ook nog echt een serieuze klap gaan uitdelen. We hebben nu alleen nog maar kleine prankjes gedaan. Maar er moeten echt, ook echt grote bij komen. Ik wil in het water springen. Ik ben benieuwd of ik dat ga redden. Misschien vanaf dit punt hier. Nee. Vanaf waar zou ik dat redden om in het water te springen? Sowieso vanaf hier. Ik ga gewoon springen. We gaan het gewoon doen. Oh, makkelijk. Makkelijk. Hier moet ook, dit moet ook allemaal nog opgevuld worden. Ik ben benieuwd of Rick alles al opgeruimd heeft. Kijk, daar is Rick zijn eiland. Daar kunnen we er rustig naartoe zwemmen. Ik denk niet dat hij alles nog opgeruimd heeft. Nee. Hij heeft nog niet alles opgeruimd. Oh, wat is dit irritant. Kijk hoe traag hier overheen gaat. Je kan gewoon niet sprinten. Dit is normaal lopen. En dit is sprinten. Volgens mij is het gewoon net zo snel. Oh, wat irritant. Wat ongelooflijk irritant. Succes met alles opruimen, Rick. We zijn inmiddels aangekomen bij meneer KB zijn land. En het is totaal niet meer te herkennen. Meneer KB zijn basis. Hier is de brievenbus. Het is gewoon niet meer te herkennen. De drone is mega groot geworden. Was hier, dit is blijkbaar waar hij al die aardappelen vandaan haalt. En zijn basis hier beneden, die ziet er ook gewoon heel mooi uit. Het is gewoon oprecht niet meer te herkennen. Ik wil wel een klein cadeautje voor hem achterlaten voor... De diamonds die hij mij gegeven heeft. De diamonds te eten. Dus waar heb jij je kisten staan? Weet je, ik pak dit wel even hier. En dan maak ik even een mooie kist. Nou trouwens, nee, ik maak een barrel. Ik denk dat dat leuker is. Als we even een barrel maken. Oh, we hebben er gelijk 3 gemaakt. Hier, kijk, dan doen we zo. Wat gaan we erin doen? Ik wil dan...
Weet je, die Netherite scraps die waren handig voor mij, maar jij mag ze hebben, meneer KB. Dan krijg je een 2 diamantjes erbij. We gaan er een gezichtje van maken. Zo. En dan met een emerald blok als neusje. En je krijgt een villager hier en deze. Ik weet dat het hele goede items zijn dat ik ze eigenlijk zelf moet houden. Maar we geven ze gewoon aan meneer KB. En waar zijn jouw hele goede dingetjes? Jouw hele goede kisten? Waar bewaar jij je diamonds en zo? Bewaar je dat in je kast? Oh, dit is je slaapkamer. Dat is een beetje privé. Wat is dit? Is dit je dit is je kantoortje. Ah, kijk, hier zijn zijn tools. Kom, dat doen we alsof ik hem nog meer goede items geef. Maar eigenlijk zijn het zijn eigen tools. Hier, kijk, doe zo. Hier krijg je die van meneer KB. Je krijgt die. Je krijgt die. En je krijgt die. Ah, kijk, hier bewaar je nog meer goede dingen. Een machtige chestplate krijg je. Je krijgt een machtige pickaxe. Een machtig zwaard. Krijg je allemaal van me. Kijk, zo. Zo. En de pickaxe ruilen we om voor de die. Zo. Kijk. Heb je allemaal goede items van me gekregen? Die eigenlijk ook een beetje van jezelf zijn. Nee, laten we even naar huis gaan. Even nog wat betere items halen. En dan geven we hem daadwerkelijk ook wat goeds. Want meneer KB heeft mij natuurlijk echt een oneindig aantal aardappelen gegeven. Dus heb ik ook iets wat ik hem kan geven? En dan kan denken, ja, weet je. Dit is echt iets wat je verdient. 1 gold apple. 1 enchanted gold apple. De music disc other side krijg je van me. Ik ben eigenlijk weer gewoon nutteloze items. We mochten aan het hadden geven. Maar hij gaat hier in de toekomst echt veel aan hebben. Vertrouw me. Nee, ik moet hem wel iets bieden, jongens. Laat nu even in de reacties achter. Wat is nou echt iets wat ik meneer KB kan bieden? En waarvan je zou zeggen, ja, dat heeft hij echt nodig van jou. Want voor mijn gevoel ben ik nu maar gewoon een beetje items aan het geven aan hem. Zodat de alliantie een beetje wederzijds lijkt. En niet alleen maar zijn aardappelen die hij aan mij geeft, weet je. Kijk, die dingen zijn op zich wel goed die ik hem heb gegeven, weet je. Stoppen we er een sign, doen we er even bij. En die pakken we ook van hem. Hoppakee. Doen we erop. Binnenkort krijg je betere spullen. Streepje walnoot. Binnenkort krijg je betere spullen. Dan weet hij het op zijn minst. Ik geef hem nu even iets zodat we onze alliantie sterk houden. Maar binnenkort krijg je betere dingen dan dit. Dit is maar gewoon even om het idee. Gewoon voor het goede, voor een goed gevoel, weet je. Doen we dit. Zijn omgeving begint ook echt gewoon een rommel te worden. Mensen hebben zijn basis gevonden. En die zijn er nu omheen aan het bouwen. Oh jee. Ik vind zijn drone wel echt cool. Ik hoop dat die drone sowieso ooit een keer mijn basis gaat bezoeken. Met een soort cadeautje of zo. Ik weet niet waarom. Ik vind het cadeautje van meneer KB vind ik leuk. Maar goed jongens, voor vandaag gaan wij deze aflevering afsluiten. We hebben veel progressie gemaakt. We hebben Rick geprankt. We hebben een soort van deal met Justin gesloten. Dat hij mijn wapenshandelaar is en zo. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat verlopen. In ieder geval voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. En dan nu... Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content van deel. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up to date. En nu spreek ik later. Glaasje water. Tot de volgende keer.